Goeiedag lieve mensen, mijn naam is Joel en fijn dat je loopt te kijken naar een nieuwe dagelijkse video. En vandaag gaan we het hebben over de 5 langste baden van deze planeet. En gewoon de 5 langste baden die ooit zijn, ja, die er allemaal zijn geweest. Dus we gaan het gewoon even lekker daar vandaag over hebben. En voordat we gaan beginnen, heb ik natuurlijk geen baard. Maar let op, dit is de magie van editen. De magie van het monteren van je eigen video's. En op 1, 2. Ja, en zo doen we dat. Let's go! Nummer 5 gaat naar een prijs die gewonnen is in Duitsland. Daar heeft een man in 2001 heeft hij de meest volste baard gehaald. Namelijk deze baard die jullie nu in beeld zien. Deze baard is dus de volste baard in het jaar 2001. Ik weet dat het lang is geleden, maar die baard heeft dus een prijs gewonnen. En het is gewoon een hele bijzondere baard. Dus ik dacht, weet je wat, heb je dan alvast die baard gezien. Dus dat is nummer 5. En nou over naar nummer 4. In Amerika heeft een 23-jarige man de meest natuurlijkste baard ooit gecreëerd. Hij heeft namelijk een baard gecreëerd die zo mooi is. Ik ben eigenlijk gewoon echt jaloers op die baard die jullie nu zien. Het is echt zo'n mooie baard. Het is gewoon lang en het is net als haar. En hij heeft het op zijn gezicht gebonden. En hij heeft er een bril op gedaan. Maar in ieder geval, het ziet er heel mooi gingerachtig uit. En dat is gewoon heel bijzonder. En dat doet mij gewoon heel erg goed. Ik vind zo'n baard gewoon hartstikke mooi, weet je wel. In Seattle in het jaar 2007 heeft deze man de meest freestyle baard ooit gewonnen. Hij heeft een prijs gewonnen voor de meest freestyle baard. En ik weet dat het heel raar uitziet. Het ziet er heel creepy uit. Maar dit is dus een hele freestyle baard. Ik zat niet in de jury, ik vind het allemaal heel gek, maar het is in een baard en daar gingen we het over hebben, over baarden. Ja, en dat is een mooie baard. Dan zeggen wat je wil, want dat is wel mooi. Wat zeg ik nou weer? In het jaar 1927 in Amerika heeft een man de langste baard ooit die heeft bestaan op deze wereld gecreëerd. En dat is een baard van 5 meter en 33 centimeter. En dat is echt een huge baard. Hij raakte zelfs de grond, die baard, zoals jullie zien. En dit is de man die de meest langste baard ooit heeft gecreëerd op deze aarde. En dat is echt een super mooie baard. Ik bedoel, het lijkt me echt heel moeilijk om zoiets te wassen en bij te houden. Maar in ieder geval, het is hem dus gecreëerd om zo'n lange baard te maken. En hij is nog vol ook. Maar ik denk dat het in die tijd heel anders was. Wat de mensen aten, wat de mensen deden. Hoeveel rust de mensen toen hadden. En ik denk dat het ook te maken heeft dat het ook iets met je baard kan betekenen. Dat denk ik, weet ik veel, niet gelijk aan oordelen. Maar in ieder geval, dat is de langste baard die ooit is gecreëerd op deze aarde. Maar nou gaan we naar nummer 1. En dat is de baard die is in India gecreëerd. Die baard is maar liefst, even kijken, die is 2 meter en 33 centimeter lang. En die man woont in India, die heeft sindsdien nog steeds die baard die jullie nu zien. En hij geniet ervan, wij genieten ervan blijkbaar, want dat staat ook in het Guinness Book of Records ofzo. Maar in ieder geval, dat is de langste baard die momenteel nu op aarde is. Dus dat is nog steeds niet bij die 5 meter die is gecreëerd. Maar wie weet, misschien over een paar jaar is die baard dus langer. Maar in ieder geval, dit waren de meest 5 langste en gekste baden van deze wereld. En mijn vraag is aan jullie, heb je misschien een onderwerp van de Joel? Hebben we het eens een keer over de 5 gekste hoeden die ooit bestaan ook. Ga het eens hebben over de 5 gekste sneakers die bestaan. Weet ik veel wat. Wees creatief en laat het hieronder achter in de reactie. Misschien ga ik jouw reactie wel in de volgende video beantwoorden. Dus reageer, deel deze video, geef een like op deze video. En dan zie ik jullie gewoon morgen met een nieuwe dagelijkse video. Abonneer, reageer, doe dat keer op keer. En dat stel ik zeer op prijs. Helaas rijmt dat niet. Maar in ieder geval, ik bedank je voor het kijken. Mijn naam is Joel en ik zeg ciao!